Voorzitter, 3 weken geleden op 24 juni was het Kamerdebat over de aangekondigde versoepelingen die het weekend erop zouden ingaan. Een debat waarin verschillende collega's, vooral aan de linkerkant, vroegen: gaan we niet te snel? En waarin ik ook vertelde over mijn gesprek met verpleegkundigen die heel anders naar de persconferentie hadden gekeken, namelijk met flinke buikpijn. En in dat debat stelden we ook de retorische vraag aan het kabinet, namelijk de vraag: waar kennen we het nu van dat varianten van het virus voortdurend worden onderschat? En ik vroeg ook wat nu als andere landen, Nederlanders, weigeren in de vakantie omdat wij op de Europese kaart knalrood worden. En in dat debat vertelde de minister dat hij goed nieuws heeft, dat alle cijfers de goede kant op zouden gaan en dat we groen zouden kleuren. Maar dat weekend, en dat weten we allemaal, ging het natuurlijk flink mis in het uitgaansleven. Was er een hack in het systeem, werden QR-codes gedeeld in WhatsApp-groepen en knepen ook sommige horeca-eigenaren een oogje dicht. En die week erop, die dinsdag erop, stonden we weer in het vragenuur en vroegen we hoe nou dit te voorkomen. Is die handhaving wel op orde, vroegen we. Maar volgens de minister kwam het goed. Maar het kwam natuurlijk niet goed. En om die reden werd vorige week een extra Kamerdebat ingepland. Maar ook voorstellen die wij vorige week nog deden om bijvoorbeeld de geldigheidsduur van het testbewijs van 40 naar 24 uur te brengen. Om beter grip te krijgen op virusvarianten. Om geld voor ventilatie op scholen eerder beschikbaar te maken. Die werden allemaal met klem ontraden door dit kabinet. En nu staan we hier weer en blijkt dat de buikpijn van de verpleegkundige terecht was. Dat de werkdruk in de ziekenhuizen zal stijgen. En dat uitgestelde zorg misschien wel nog langer wordt uitgesteld. En voorzitter, ik weet natuurlijk ook hoeveel moeilijke keuzes dit kabinet moet maken in soms een hele korte tijd. En ik weet ook dat wij het natuurlijk lang niet altijd veel beter weten. Maar hier is natuurlijk wel flink wat misgegaan. En daarom wil ik het kabinet vragen hoe ze nou kijken naar de afgelopen weken. Maar belangrijker nog, wat is er van geleerd? Wat betekenen nou die excuses precies? En daar heb ik graag een uitgebreide reactie op van het kabinet. En hoe gaat het kabinet ook de communicatie verbeteren? Hoe gaan we nou echt die urgentie uitstralen? Met aandacht voor dilemma's, voor risico's, voor onzekerheden. En ook voor de rol die mensen zelf hebben in het voorkomen dat het virus zich verspreidt. En gebruik maken het ook van de kennis van wetenschappers en de gedragsunit van het RIVM. En voorzitter, ik moet wel eerlijk bekennen dat we ons soms wat storen aan de framing van het kabinet. Bijvoorbeeld het woord inschattingsfout, dat afgelopen maandag heel bewust bij de persconferentie een aantal keer is genoemd. Ik vind dat nogal een understatement als je verder gaat versoepelen dan experts adviseren. Het dansen met Janssen is net al terecht genoemd. En ook in de Eerste Kamer, in het debat dat daar was, had minister De Jong het over het discours. Iedereen wilde versoepelen en dat klopt wel. Maar dat discours, dat wordt natuurlijk ook grotendeels door het kabinet zelf bepaald, wil ik hier meegeven. En voorzitter, wij snakken naar volwassen communicatie hierover in plaats van kinderliedjes, woordspelletjes en PR van de ministers. Voorzitter, veel mensen zijn ook boos en ik begrijp dat heel erg goed. In eerste plaats natuurlijk omdat veel mensen ziek worden, in het ziekenhuis belanden, long-covid-klachten krijgen. Maar het treft ook jongeren die zich maandenlang prima aan alle maatregelen hebben gehouden, die dachten dat ze veilig waren en die dan toch ziek zijn geworden. Het treft horecaondernemers en festivalorganisatoren. En hoe staat het met compensatie ook voor die branche en voor deze mensen, wil ik aan het kabinet vragen. En ik wil ook vragen, hoe kunnen de modellen nou worden verbeterd? En hoe voorkomen we nou dat het kabinet zich nog zo eens laat verrassen? Welk effect kunnen we verwachten van de maatregelen? En tenslotte ook, waarom wordt nou niet het hele advies van het OMT overgenomen? Want als het OMT adviseert maximaal 24 uur tussen de test en het evenement, dan maakt het kabinet daar 40 uur van. Als het OMT zegt niet meer dan 8 mensen thuis, dan zegt het kabinet, ja, feestjes moet je verantwoord houden. Als de OMT zegt horeca dicht om 10 uur, maakt het kabinet daar 12 uur van. En het OMT zegt ook thuiswerken. Voorzitter, ik sluit af. Ik weet dat de maatregelen een politieke afweging zijn. Maar kan het kabinet motiveren waar het vertrouwen vandaan komt om af te wijken van deze adviezen? Want het vertrouwen dat op juiste gronden de juiste afwegingen zijn gemaakt, dat is de afgelopen weken beschadigd.